De regering is nog niet gereed om de vragen van het parlement over de perikelen bij de Centrale Bank van Suriname te beantwoorden. Minister Gilmour Hoofdraad van Financiën is nog steeds uitlandig en is van plan pas na dit weekend terug te keren. Dat zei minister Suwarto Mustaja van Arbeid. Hij vertegenwoordigde de regering bij de openbare vergadering van vandaag. Op de agenda stond de behandeling van de plantbeschermingswet. Vooral oppositieleden uiten hun misnoegen over de afwezigheid van hoofdraad in het parlement. We hebben de afgelopen dagen de regering aan het woord gebracht ten aanzien van de gelden die verdwenen zijn. We hebben hier de minister hoofdraad gehad die ons meedeelde dat er 100 miljoen verdwenen is. En daarna werd er een persconferentie gehouden dat er 197 miljoen verdwenen is, voorzitter. Voorzitter, we hebben ook gevraagd naar stukken. De stukken zijn nog steeds niet opgestuurd. We willen nu werkelijk weten wat er aan de hand is. We willen niet, voorzitter, dat het parlement, dat er een loopje genomen wordt met het parlement. Hier wordt er gesproken en hier wordt er naar waarheid gesproken, voorzitter. Voorzitter, het is gebruik al jaren in het parlement dat wanneer de voorzitter de vergadering opent, mededelingen doet, voorzitter, maar dat er ook mededelingen worden gedaan van het feit dat ministers, de president, de vicepresident, wanneer die mensen uitlandig zijn. En ik heb niet horen zeggen, voorzitter, dat de minister van Financiën uitlandig is. Is de minister van Financiën nog steeds uitlandig of is hij al in het land, voorzitter? En als hij niet in het land is, voorzitter, wanneer verwachten wij hem in Suriname, voorzitter? Dat is wat ik wens te weten, voorzitter. En het zou goed zijn, voorzitter, wanneer u die informatie kan geven via... Achtereenvolgend PL-parlementariër Ingrid Katabink en VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Minister Mustaja verzekerde het parlement dat er wel een plan van aanpak is voor de centrale bank. Het wachten is nu op de minister. Wat betreft de vakminister die dit primair regadeert, als ik het zo mag zeggen. We zijn één regering, maar we kunnen niet met z'n allen op die vraagstukken gaan zitten. Het is eenmaal zo dat inderdaad één regering, maar toch dat we dan een delegatie, een hoofdverantwoordelijk hebben voor het beleid dat wij voeren. En voor wat betreft, we hadden gehoopt, of ik had gehoopt, ik heb het verwoord, dat reeds vanmiddag de uitlandige minister van Financiën in uw college zou zijn, ik mag uw college voorhouden, dat het de bedoeling is dat de desbetreffende minister na dit weekend dan terug is van zijn dienstreis. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid, die de regering vertegenwoordigt in DNA. Hij vertelde dat minister Gilmour Hoofdraad van Financiën nog uitlandig is en dus de vragen over de Centrale Bank van Suriname niet kan beantwoorden.